En zeker zou ik willen zeggen in deze cultuur, hoewel dat is makkelijk praten, we hebben het altijd over juist nu. Hè. Maar goed, dit is de enige cultuur die wij kennen. Maar onze welvaartscultuur, want dat is het, een kapitalistische welvaartscultuur, staat bol van de, ja, de krachten die eh, enorm turbulent op je in kunnen hakken. Het is eh, één grote rat race voor een heleboel mensen. En een gezegde wat ik vaak toepas bijvoorbeeld op burn-out is: burn-out krijg je niet door druk te zijn. Maar door de druk om te zijn. Het is echt een, een identiteitskwestie. Wie ben je in, te, in deze cultuur, te midden van al die krachten? En waar heb je ze voor nodig? Waar haal jij, en dan zitten we eigenlijk al gelijk in het diepste van wie we als mensen zijn. waar haal jij je betekenis en je zekerheid vandaan? Wij zijn enorme identiteitszoekers, eigenlijk vanaf de start van je leven. Want de diepste honger. De grootste kracht in ons leven waardoor we doen wat we doen, is dat we van betekenis willen zijn. Wij hebben, wij hebben een honger naar eigen waarde. Wij willen dat ons leven zin heeft. Dat we er toe doen. Misschien zou je zelfs kunnen zeggen, daar zit ook dat verlangen van de eeuwigheid. Het is ook een beetje de, de neoliberale geest die vooral ook in ons land heerst. Hè, dat jij verantwoordelijk bent voor het geluk in je leven. Ja, geluk is natuurlijk een soort van. Ja, dat is de heilige graal. Ja. He, je bent niet meer voor één ding en dat is gelukkig zijn. En dan zit er ook nog de mythe bij dat het leven maakbaar is. Dus geluk of succes is een keuze. Ja, dat is van jou afhankelijk. Jij zet en als eerste het dus stap. niet lukt, als jij je ongelukkig voelt, wat op zich al verdrietig genoeg is, hmm. zit er nu ook een beetje de geest achter en dat is dan je eigen schuld. Ja. Dus je veroordeelt jezelf ook nog eens over het feit dat je leven niet zo loopt zoals je misschien had gewild. En de grote oorzaak is inderdaad de onverbondheid. Nou, en die zie je natuurlijk, de sociale cohesie. Zelfs triest genoeg, Ruben, in gezinnen. is ook al afgebrokkeld. Hoeveel huwelijken sneuvelen niet? Mm. Een huwelijk op zich is goed, door God ingesteld. Maar kijk uit dat je je partner niet tot afgod maakt. Want dan leg je op hem of op haar de claim dat hij of zij jou ultiem gelukkig moet maken. Maar de voetwassing was een beetje het minste van het minste. Mm. He, normaal deed de laagste dienstknecht dat. En hier doet de rabbi dat. Maar voordat hij aan de voetwassing begint, dat vind ik zo ontroerend, in Johannes 13, vers 3 staat dat, dan kijken we eerst in de identiteit van de Heer Jezus. Mm. Daar staat Jezus, die wist dat hem alle macht was gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God zou teruggaan. Moet je je voorstellen, dat wist hij. Dat was zijn eigen waarde, Ruben. Die bevestiging had hij van boven. Niet alleen bij zijn doop. Die hoorde die denk ik elke dag. Net als wij die kunnen horen. Met ons geestelijke oren mm, elke mm, dag. Mm. En vanuit die identiteit staat hij op tijdens de maaltijd. Doet de schort voor. Giet water in de waskom. En begint de voeten te wassen. Dat is je naaste liefhebber ja. als jezelf. Het gaat over vertrouwen. Ja. Maar hoe ziet het dat, dat dan uit tegen de achtergrond van... Uh, van het feit dat we zoveel burn-out zien. Dat we ja. zoveel mensen zien die maar doorgaan, doorgaan, ja. uh, de grens niet meer aanvoelen. Uh, ja. Vanuit die wetenschap, dat geloof, ja. dat vertrouwen naar hoe, hoe kan ik mijn leven inrichten om hiervan te leren. Ja. Ja. Je hebt met twee krachten te maken: je moet echt leren vertrouwen dat God je vader wil zijn die het beste met je voor heeft. Dus dat is op een andere manier, ga je de Bijbel dan lezen. Hè? De Bijbel is niet alleen een. Heer, de Bijbel is überhaupt geen, geen boek. Hè? Het is een bibliotheek. Ja, ja. Maar eigenlijk is het ook één grote familiegeschiedenis. Als jij jezelf gaat identificeren. als kind van God. Als, als jij degene bent waar Jezus voor kwam. dan ga je op een andere manier al die geschiedenissen toepassen op jezelf. Dan komt er een verlangen naar. God als vader ook echt vertrouwen. Maar er komt nog een tweede kracht bij. Dat waar je nu je identiteit uithaalt, uit je aardse omstandigheden, die bol staat van de afgoden, die moet je gaan minachten. Die moet je eens door gaan prikken. Daar moet je de illusie eens van in gaan zien. Mm. Hoezo zet je je zekerheid zoveel op geld? Mm. Of op je pensioen? Mm. Of op je baan? Of op je status? Of op je talenten? Want dat is het verdienmodel dat we meestal inzetten, ja. waardoor we burn-out worden. Ja. We willen meetellen. Mm. We moeten ons best doen om iemand te zijn. We moeten ons best doen om zekerheid vast te houden. Hoezo? Wie bepaalt vandaag mijn agenda? Ja. Ja. En wie bepaalt hoe ik erbij moet zitten vandaag? En wie bepaalt waar mijn erkenning vandaan moet komen? Mijn, mijn geestelijke voedsel. Ja, als God dat niet is, Ruben, ja. dan moeten anderen dat worden. Dan ben jij vandaag mijn slachtoffer. En wat dacht je met mijn counseling, al die mensen die hulp vragen, dan ga ik hun eigenlijk nog misbruiken voor mijn eigen hongergevoel. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Dan kan het er heel christelijk uitzien, maar het is heel ego-gericht nog. Ja. Een mooie quote van Henry Nouwe is bijvoorbeeld: Dit leven is maar een kleine interruptie in de eeuwigheid. Ja, als je dat een beetje gaat doorleven en proeven, en dat zie je aan het leven van Jezus helemaal. Ah, dan wordt dit zo relatief. Ja. Wel belangrijk, maar niet meer het belangrijkste. Nee. Dan, dan voelt dit leven als een dag die je door moet komen. En ik zeg dat makkelijk kan praten. Want als je diep moet lijden, dan is zelfs een dag erg lang. Maar toch, als je dat eeuwigheidsperspectief hebt, ja, dan kan niets je meer ja. tot burn-out uh, jagen. Nee. Dus Jezus was zich bewust van zijn identiteit. Hij was bewust van het feit dat hij een vader had waar hij bij kon. En hij was zich bewust van zijn missie. Want hij kwam om te sterven en dat wist hij heel goed. En toch leefde hij met een diepe vrede. Omdat hij dat hemelse perspectief, dat eeuwige perspectief.